Ja, hallo. De dikke ging op restaurant gisteren voor het eerst. In een heel lekker restaurant in Rotterdam. Dus de kok, François Geurt, zei: wat mag je niet hebben? Dus ik pak dat allergiekaartje erbij. En hij maar schrijven: hé, lief, mag je dat niet? Mag je dat niet? Nee, ik mocht niks. Geen bloemkool, geen erwten, geen tarwe. Hij zei: ik ga er wat van maken. Maar goed, toen kwam de rode mul aan. Zat er dan weer dopekjes bij, dus die mocht ik weer niet. Kwam de assistent van François Geurt. Ja, als bijnaam had ze Betty Bots, omdat ze tegen iedereen aanbotst. Heel gezellig hoor, want warm contact, warm te houden. Ik zei: waarom heb ik dat niet gezegd? Ik zei: oh Betty, ik heb alles gezegd, maar ja, dat lukt hem ook niet. Een heerlijk stukje lamsvlees, maar ja, er zaten dan weer tuinboontjes bij. Nou, ik heb geen wijn gedronken de hele avond, dan zo'n martini-cocktail gezeten, zo'n dry martini-cocktail. Maar goed, na vier cocktails vond ik me meer een kersenbonbon dan een lijnend mens. Maar het was wel heel erg lekker. En er is nu 4 kilo af. Ik was ongeveer 116, nu ben ik 111,6. Kijk dan zien.